Naast mij winnares van de ZZ Licht, Maxime van der Vlist. Hi Maxime, gefeliciteerd. Kan je me wat vertellen over hoe het ging? Nou, ten eerste dankjewel. Ja, hij ging hartstikke goed. Toen we binnenkwamen voelde ik al eigenlijk dat het heel goed ging gaan. Want hij trok er zo van achter naar voren in. En hij liep gewoon als een tierenlier. Je stond 3% los van de rest. Waar lagen jouw sterke punten? Ik denk vooral in zijn beweging, gewoon zijn uiterlijk, wat wij overbrengen. En hij ging vooral goed eigenlijk alle oefeningen, de zijwaarts oefeningen, de draf. Ik denk dat ik in draf heel veel gescoord heb. En de galop, de pirouettes gingen heel erg goed. En ja, ik was gewoon zo tevreden. De kuur heb je speciaal voor hem laten maken. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, ik zit in het team van Top Talent Dressage. En die hebben een sponsor gekregen en daar mochten we een kuur van maken voor ons eigen paard. En dat was Jeroen Hendricks, die heeft hem speciaal voor mij en Bailey gemaakt. Ik heb zelf met mijn instructrice Yvonne Vichter heb ik de choreo gemaakt. En daarop is de muziek gekomen en geweldig. Nou, top. Je zit niet alleen in het team van Top Talent Dressage, maar ook in het Young Riders team. Ja. Wat betekent dat voor jou? Nou ja, ik zit in het Rabobank Talentenplan en bij de Young Riders zit ik nog niet in het team. Maar ik heb nou één wedstrijd meegereden en daar was ik zesde, dus met 66-97, dus net geen B-kader scoren. Maar dat gaat allemaal wel komen. Dat komt goed. Je hebt Bailey zelf helemaal opgeleid. Wat gaan we in de toekomst van jullie twee zien? Nou ja, sowieso eerst dit jaar, want ik ben 21, dus dit is mijn laatste jaar jongrijders. Die ga ik uitrijden en ik hoop natuurlijk zeer succesvol. En daarna ga ik op de U25 richten. Oké, nou heel veel succes in de toekomst en voor nu gefeliciteerd. Dankjewel. Wij gaan zo om 4 uur verder met de U25 rubriek voor de ruiters onder 25 jaar.